eigenlijk zoiets voor mij altijd al een droom om een eigen restaurant te beginnen. Maar toen werd ik vregen dat ik chef wil worden. Hij hier mijn schoen werken en hij dacht dat dat, ja, hij dacht, do bist mijn chef, het bedrijf. Ja, ik ben vroeger ik ben begonnen in de OVA's en het, ja, ik voel het toch altijd leuk, mooi zijn, help in de keuken. En zij is al wat begonnen. En toen ben ik me keer richten op het barbecuen. Barbecuen gebruik ze natuurlijk een heel soort vlees. En het zit wel ik griënten, dat vind ik leuk, maar vlees is toch, ja, de hersafvolle soorten vlees. En dan is het leuk om van een stukje vlees iets speciaals te maken. Eigenlijk wil mijn hart in mij investeren. Dus als ik iets leuks voel, krijg ik zoals bij Stuushek een soort slagerijtje maken. Mijn hart wil altijd meer investeren. Dus ik zei van nou, dit lijkt me leuk. Dan kocht ik het samen met mijn huid. En zo ben we eigenlijk vierde komen. Ja, hij hakt eigenlijk altijd de knoop terug. Hij zei van de jongen, dat moest doen. En ja, je kan altijd vallen, maar ja, je moet gewoon je dingen doen en wat je leuk vindt. Ja, je moet gewoon, ik zeg altijd, je moet je hart volgen. Je moet ding doen wat je leuk vindt. En zo, ja, ik denk al je er zou komen. Ik heb eigenlijk best wel een goede baan met meneer Voskuilen. Hij wie kreeg naar je en toen heb ik mijn papier gehellen. Ik heb altijd contact met hem gehouden. En hij kwam ik op mijn workshops en hij hoopt me te bellen en ik steer eigenlijk. De jeugd in de toekomst is altijd, dus dan moest die jeugd er ik volle meer bij betrekken. En als je dan dit soort cursussen in dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Het barbecuen is nou hot, dus als hun mooie zien dat ze met barbecuen bezig zijn, dat is natuurlijk geweldig. Het ambachtelijke van het koksonderwijs, dat nog heel belangrijk is. Wat ze leren. De kerst zit weer alles natuurlijk in pakjes zeilen. Er zit alleen één nummer zien. Maar het mooie is natuurlijk, als je mooi de ambachtelijke producten werken, krijg je zoals een streekproduct. De boeren die hier in Friesland zitten, of de visserman. Ik denk als dat echt prachtig is, als je mooi dat soort producten nog kunnen werken in de horeca. Ja, ik heb twee studenten bij mij dan in de klas. Kom hier ik van de Friese Poort. We gaan met je trein zelfs te visken. Ja, we vangen visken en die meiden in het restaurant visken. En dan verkepen we ze weer. Nou ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Ze leren natuurlijk berekken niet wat alles kost. Ik bedoel het skimmaatje van de vis, wat voor afvallast heeft. En ja, dat is natuurlijk de mooiste basis hoe het begint met een product te verkepen. Ja, eigenlijk best altijd ontleren in de keuken. He, die jongen zit nog op skellen en de tiert, het wordt ook steeds moderner. He, waar je dan het cyanilina op papier kan halen. Maar die jongens die beginnen nou weer met oren producten. En ja, ik leer ik weer van hun in dat opzicht. Ja, ze bitje het wurg, ben ze dan op skellen. Ik al een heel soort aan het fermenteren. Nou ja, dat hebben wij vroeger nooit gehad. En ja, daar ga je nou wel mee bezig. Je hebt natuurlijk zoveel horecabedrijven. Maar je moet er wel moriteerd mooi gaan. Je moet net achterbloeien, want dan draai je. Ik ben er in de horeca natuurlijk.
Thank you.